Ik ben al een grote jongen. En Kimberly is een grote meid. En bovendien een hele mooie en gewillige meid. Ik wil ook wel eens doktertjes peulen met Kimberly. Maar zij ziet me nu eens staan. Ze vindt me maar een kleine snottap. Hé, hey, ze gaat naar de kerk. Op donderdag. Ze heeft natuurlijk heel wat te biechten. Dag, meneer de pastoor. Dag, Kimberly. Wees je goed? Wat breng je eigenlijk hier? Het is nog heel graag in zondag. Nee, weet ik, meneer de pastoor. Maar ik wil graag biechten, want ik ben de zondag weer geweest. Ben je geen zondag geweest? Nou, kom dan maar even bij mij in de biechtstoel. Kom maar even bij meneer pastoor. Kun je alles even aan me vertellen, hè? Kom maar. Wat is er allemaal gebeurd? Ik heb met Henk in het heuling. Eucharistie? Dat is een hele jaar niet netjes, hè? Nee, weet ik, meneer de pastoor. Maar ik vond het zo lekker, ik moest er al aan denken. Ik zou de hele dag al in het heuling. Ik lust er wel pap van. Ben ik nou een slettenbak? Slettenbak? Nee, Lijani, natuurlijk niet. Je hebt er toch niet betaald voor gekregen? Geld. Volgens Henkie doen vrouwen alles voor geld. En hij kan het weten. Hij komt wel eens in een grote stad. En Kimberly is net als wij. Adam als een kerkrat. Dat moet ik hebben. Het is je goed, zei je, zei je. Hij zat zomaar in die jonge onderbroekjes in die, ja. En toen, Toen ging ik op mijn buik liggen. En toen zat Henkie zomaar aan mijn... Ja, waar zat Henkie aan? Waar is dat? Hé, hey, waar staat nou? Hey, maak eens open. Een brief. Verdomme, nou laat ik weer een angstkeetje. Als ze maar niet ruiken dat ik er ben. Geef mij de collectezak, smeerpijp, anders haal ik de werkster van de pastorie. De duivel. Oh, mijn god, wat moet ze denken als ik met hun zelfde bierdokkie zit? Ja, rustig maar, kind, rustig maar. Ze komt allemaal goed. Een collectezak. Hé, pak eens aan. Hé, en nou even openmaken, hè? Mag eens even open. Hé. En de cornerstone in de... En dan maar... Ik ga naar... Waar ga jij heen? Trekzeug, varkenskop, debiel! Ik ga naar de stad, Bart. Ik ga het inkopen doen. Helemaal niet. Ga gaat biechten. Wedden, Vennegoor of Esselink. Dan doe ik deze keer doe ik maar eens... Vennegoor. Esselink, ga me biechten. Varkenskop, zure zult, strandhoop. Het is toch niet heilig gemaakt? Henkie! U bent me redden! Hoor maar eens hier, Henkie. Dat je er is nog maar een zelf liedje. Is dat een nieuwe vorm van biechten of zo? Bent die zonde dan wel vergeven? Het is je enige kans om nog in de hemel te komen, jij botteraf. Dit is zeker een wind die in de hemel zijn wederklank vindt. Dat wordt Dick Watson. Patje, kom van de skeduus. En... Ja, ma! Christus ontferm u, wat heb jij in vredesnaam gegeten, Hendrik? Het roept bijna net zoals die andere scheet. Nou, ik heb gewoon bij de Bartels gegeten. De Bartels? Die lui die eet nou de bruine bonen. Op naar de Bartels. Ik moet er niet, ik vind het niet te vreden. Terug Bartels, wees goed. Wat brengt u hier, meneer de pastoor? Andries, knevel wat een lucht. Die me dwingen, laat ik springen. Komen er meer, dan doe ik het weer, meneer de pastoor. Ja, dat kan wel wezen, Teun, maar niet van elke schiet heeft de hemel weet.
Maar goed, voort mee naar buiten. Kom op, het is een boodschap van God. Kom mee. Ga even meekomen, hop naar buiten. Komt u maar. Zo, Teun. Laat jij er nog maar eens een vliegen. In uw gezicht. Gods wegen zijn ondergrondelijk, Teun. Goed, Teun. Bedankt. Nu jij, Clara. Waar is dat goed voor, meneer pastoor? Ik heb een geheime opdracht gekregen van de kardinaal. Ik moet ieder zijn gassen bestuderen. Het zou kunnen zijn dat ze schadelijk zijn. En dan kunnen de gaten vallen in het huis Gods. Oh, dan is het goed, hoor. Ga je gang, Clara. Van al die scheten moet ik neurig naar het huisje en in de dritten. Ja, Teun, je kunt gaan. Excuseer me, meneer de bestuur. Prima, Teun, dag. Goed, dan heb ik nu alleen nog maar even die kleine Bartje nodig. Nee, ma. Nee, ik wil niet. Bartje, doe wat meneer pastoor vraagt. Zou de pastoor kunnen ruiken wie de dader is? Moeder zegt dat de man Gods alles kan. Ik kan maar beter even mijn billen stief bij elkaar houden. Scheten die de hemel beschadigen. Het mag niet gekker worden. Ik zit me hier toch een bult te dritten. En ik kreeg er nog geld voor ook nog. Wat is dat nou? Ah, mooi, boer Bartels. Heb jij de pastoor zien? Ja, die controleerde scheten, maar er komt een gaten van in de hemel. Dat geloof ik toch niet, boer Bartels? Ja, die pastoor heeft hier. Kijk eens, hij heeft hier de munten gegeven hier. En die moet allemaal in de hemel komen vallen. En moet eens kijken. En hier heb ik ze. Dit moet een teken uit de hemel wezen. Ja. Toen jij een skeet liet, viel deze munten uit de hemel? Ja, die viel in de hemel. Boer Bartels, u kunt dit natuurlijk veel skik van hebben in de stad, hè? Mm-hmm. Maar waarom zul je hier om naar de stad gaan? Als we hier ook lekker heu hebben. Kom, we gaan naar de heuberg. Ah, schiet nou toch op, mijn jong. De pastoor moet het hele dorp nog controleren op schadelijke scheten. Nee, ik wil niet. Meneer pastoor, ik help u wel even. Hier heen, hou in de wagen. Oh. Heugje restiebaartje, jij gaat mee voor nader inwendig onderzoek. Nee, maar ik wil niet. Ah, oh, bij de pastoor ben je een goede hand. Liefbaartje. De heer zal niet laten varen het werk zijn handen. Gij zult aanstoots kennis maken met de Jezus God. Heuvelsjong. Ah, pastoor. Ah, Kimberly. Het collectegeld is terecht. Het is fantastisch. Hoe heb je dat in hemelsnaam gevonden? Ik heb voor mijn zoon geboet. Oh, maar dat zijn we natuurlijk meteen vergeven. Gods wegen zijn ondergrondelijk, hè? Oh. Deksels. Kimberly heeft mijn eerlijk afgeperste geld gevonden. Nu heb ik haar nog niet kunnen bevoelen. Waarom heb ik altijd zo'n pech? Ik kan er niet meer voor slapen. Trouwens, varken ook niet slapen. Die zit al de hele nacht op de kakdeuzen. Die is natuurlijk weer een hele beste aan het drieten. Oh, lieve heer, laat me in de laatste... Klinken de munten nog even naar beneden te komen. Daar is tenminste nog eens wat. Hoe meer, hoe beter.